Is Verstappen groter dan Redpool ondertussen? Ja goed, Verstappen is natuurlijk heel groot. En ik denk dat alles in dat team om Max Verstappen draait. Hè. Kijk, niet om Sergio Perez, hè. dat is wel gebleken. Het draait allemaal om Max Verstappen. Hij is gewoon de beste. Maar. Het is ook wel zo dat Max Verstappen natuurlijk niet zonder uh, een goede auto kan. Dus uh, hij is niet groter dan Red Bull, denk ik. Je hebt wel een goede auto nodig om wereldkampioen te kunnen worden. En vergeet ook niet dat Red Bull, ook al voor Max Verstappen presteerde, uh, Vettel is in Red Bull vier keer wereldkampioen geworden. Uh, dus dat team uh, heeft wel meer pijlen op zijn boog dan alleen Max Verstappen. Maar op dit moment draait het wel om hem. Mm -hmm. Maar Mercedes heeft natuurlijk wel eens met hem gefleerd hè, met Verstappen. Uh, hij is het team altijd trouw gebleven. En Red Bull heeft natuurlijk ook wat magere jaren gehad. Uh, het geeft Max wel een max-positie. Ja, die heeft hij zeker. En dat heeft hij natuurlijk zelf afgedwongen natuurlijk. Hè. Kijk, als je zoals dit seizoen 15 Grand prix bent hè, en een record aantal punten haalt... Hè, en de tegenstand eigenlijk aan flarden rijdt... Ja, dan rechtvaardig je die positie natuurlijk ook wel voor een beetje. Of een beetje, een beetje veel, denk ik. Ja.